dan kunnen we misschien ook wel allemaal meedoen om het, als het straks mooi is, ook mooi en schoon te houden. Dat is de reden waarom een kerngroep, ik ga dan maar de namen toch even noemen, en dat doe ik, dan hou ik het bij de voornamen, maar ik heb begrepen dat een kerngroep uit 5 bewoners bestaat die ja, van het eerste uur zeg maar de harde kern zijn. Annette, Lucia, Helma, Gesine en Aleid. Zou je altijd zien dat ik er vast weer één vergeet, maar dit was in ieder geval een harde kern die zei van we gaan gewoon eens een schema maken en kijken als we nou de hele straat meenemen, iedereen die wat wil doen, dan vergt dat helemaal niet zo vreselijk veel tijd en inspanning. Maar dan kunnen we eens in de 2 weken de buurt eens even wat mooier maken en wat schoner houden. En dat is hartstikke goed en volgens mij ook hartstikke succesvol als ik zo hier om me heen kijk.